Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en dit filmpje gaat over Formative. De URL is goformative.com. Wat kan je hiermee? Je kan hier toetsen mee maken, formatieve toetsen wel te verstaan. En ik laat alvast een paar kleine dingetjes zien. Je kunt helemaal vanaf het begin beginnen. Dus dat betekent gewoon zelf vragen invoeren. Maar je kan ook al eventueel dingen die je hebt, zoals PDF's en dergelijke, kun je gewoon uploaden. Er staan al van tevoren gemaakte toetsen in die je eventueel zo kan gebruiken. Je kunt terwijl de toets loopt, kun je al zien hoe de voortgang gaat en tegelijkertijd ook nakijken. En overtreffende trap, je kan zelfs als je complete klas inricht, kan je zelfs de voortgang zien over een langere periode. Zodra je bent ingelogd, als docent moet je wel eventjes een inlog aanmaken. Je studenten hoeven dat niet per se. Je kan het wel zo instellen, maar je kan het ook volledig AVG-proef houden. Dan kom je op dit beginscherm terecht. Je ziet hier al wat mappen met toetsen die ik gemaakt heb. Maar zodra je een nieuwe wil maken, is het eventjes deze aanklikken. Goede titel. En de eerste vraag kan ik instellen. Ik kan kiezen uit alles wat hier normaal staat, dus niet vaag. In de gratis versie ga ik upgraden en dan krijg ik ook de andere mogelijkheden erbij. Nou, voor in de gratis versie heb ik eigenlijk al meer dan genoeg mogelijkheden voor een paar goede vragen. En vooral deze is heel erg geinig. Show your work. Dan kan je namelijk de studenten kan je laten tekenen. Oké, ik houd even bij deze twee vragen. Stel, hij is klaar. Dan ga je vervolgens naar Assign. En hier kun je dus aangeven of dat voor een bepaalde klas is. Ik doe het nu eventjes naar de gaststudenten. En hier zijn de settings die interessant zijn. Hier staan weer een paar met een sterretje erbij. Dat betekent dat die alleen maar geschikt zijn voor docenten met een betaald account. Maar deze zijn ook interessant. After submission. Dus dat betekent dat ze nog wel kunnen editen of dat ze dat niet meer mogen doen. Lijkt me een goede instelling. Don't show scores. Nou, ik vind dat altijd wel interessant dat studenten dat meteen feedback over krijgen. En dat hangt er vanaf of ik dan ook dit al wel door wil doen meteen. Of pas helemaal aan het einde. Nou, ik vind het prima dat ze dat meteen zien. En hier kun je nog de vragen in de verschillende volgorde zetten. Oké, ik geef hem assign. En dan krijg ik nu een code. Dus ik kan nu tegen mijn studenten zeggen dat ze deze URL moeten intikken en dan vervolgens deze code. Als ik dit dus ergens anders wil hebben, dan kan ik hier ook gewoon een linkje ophalen en die kan ik gewoon mailen naar mijn studenten. Dat is ook heel fijn. Dus ik ga deze eventjes kopiëren. En geef hem oké. Dit is het scherm waar ik dan in terecht kom als student zijnde. Ik heb hier de URL eventjes ingetikt en ik kan hier mijn naam ingeven. En dan staat hier de toets voor me klaar. Wat is de naam van de website van Tractoraat Mediawijsheid? En dan moet ik hier vervolgens het beeldmerk tekenen van EduTools via Show Your Work. Je kan zelfs nog gebruik maken van kleurtjes en van andere zaken. Nou, ik vind hem prachtig zo. En dan staat daar vervolgens mijn tekeningetje. En nu kan ik gaan submitten. Oké, ik ben weer eventjes ingelogd als docent. En dan zie je hier bij mijn toetsen ook de Practoraat Mediawijsheid toets erbij staan. En het feit dat die open staat nog en is ingevuld door één persoon. Op het moment dat ik hierop klik, kan je hier ook zien dat die open staat. En ik kan hem hier ook sluiten. Om de responses te zien, ga ik even naar een andere toets. Bijvoorbeeld deze. En dan ga ik naar View Responses. En dan kun je hier dus eigenlijk in één oogopslag zien wat er allemaal is ingevuld bij vraag 1. Maar ik kan ook een totaaloverzicht zien. En hier zie je dus in één oogopslag wat alle studenten voor scoren hebben.
Je kan het heel fijn horizontaal bekijken, dus per student, maar ook verticaal bekijken, dus per vraag. Dus daar kan je dus snel uit aflezen welke studenten het goed en niet goed gedaan hebben, maar ook welke vraag bijvoorbeeld heel veel fout is beantwoord, waardoor je dus bij jezelf kan denken van daar kan ik nog wat extra tijd aan besteden. En wat ook kan, als ik eventjes terugga naar deze, dan kan ik het zien per vraag. En ik kan hier ook nog, als ik eens een vraag aanklik, kan ik zeggen van zijn hier nul punten toegekend, maar ik kan hier nog mee schuiven. Dus als het bijvoorbeeld een open vraag zou zijn, dan kan ik hier nog zeggen van nou, ik vind het maar half goed, of ik vind het driekwart goed, of nee, ik vind hem toch helemaal goed. En dat kan ik dus doen per vraag door hier gewoon door de verschillende antwoorden heen te wandelen. En je ziet hem hier ook springen, dus je kan per vraag op deze manier kan je nog beoordelen. Dat is echt heel handig. Dan gaan we even terug naar het overzichtsscherm. Want wat ook een fijne optie is, dat als je bijvoorbeeld een vak deelt met een collega, dan kan je op deze manier die toets ook delen met jouw collega's. Dus op deze manier kan ik gewoon via de mail of op een andere manier kan ik een collega toegang geven tot deze toets. En dan kan hij hem ook afnemen of beoordelen. En dan even samenvattend, Formatief is een superhandig tool voor als jij toetsen wilt maken. Voor op afstandsonderwijs bijvoorbeeld, voor je studenten. Je kan er allerlei verschillende soorten vragen in zetten. Multiple choice, open vragen. Je kan ze laten tekenen en weet ik wat allemaal. Als je een betaalde versie neemt, dan kan je nog veel meer. Een betaalde versie kost $15 per maand. Dus dat is niet niks. Maar dan kan je ook wel weer veel meer en met name over die studenten tracken. Ja, als je al een schoolsysteem hebt waar je dat al in bijhoudt, dan lijkt me dat een beetje overbodig. Maar behoort wel tot de mogelijkheden en het ziet er wel echt heel erg goed en goed gedegen onderbouwd uit. Dus een aanrader wat mij betreft.